hier bij de tweede dag van de Gamescom waar de bezoekers ook aanwezig mogen zijn. Zoals je al kan zien, het is enorm druk. De stands zijn overvol. Maar ja, we zijn er wel weer. Vandaag hebben we bij Activision Modern Warfare 3 gespeeld. Wat vond je ervan? Hetzelfde als Modern Warfare 1 en Modern Warfare 2. Is dat genoeg gezegd? Of... Nou, ik weet niet of dat genoeg gezegd is. Nee. Je ziet natuurlijk dat er wel nieuwe dingen zijn. Maar zoals wij mochten een Spec Ops mode spelen. Dus jij hebt er twee gespeeld, geloof ik, twee verschillende levels. Ja. Ik heb er eentje gespeeld, dat was een Spec Ops mode waarin zeg maar wees met vijanden kreeg. Je moest elke keer activeren en dan kreeg je weer wees met vijanden. We speelden samen met iemand van de studio zelf. We mochten dus niet helemaal alleen spelen, maar op zich maakte dat zich niet veel uit, want je werd wel goed ondersteund en die had je op zich wel nodig. Ja. Maar ja, het is gewoon... Eigenlijk is het gewoon blij dat het hetzelfde is. Ouderwets knallen. Precies, en het is gewoon de Call of Duty 4 en Modern Warfare 2. De helikopters zijn er gewoon weer, de honden zijn er weer. Al viel mij wel op in de Spec Ops mode, dat je op het eind, dat je echt in de laatste wave, dat je echt een eindbaas. Dat vind ik echt wel vet. Ja, je kwam gasten helemaal bepakt. Een juggernaut. Een juggernaut kwam aanzetten en die moest je dan maar proberen te kapot te schieten. Ja. Nou, eerlijk gezegd, ik had wel meer... veranderingen verwacht of gehoopt. Had ik ook gehoopt. Het is gewoon Modern Warfare 2, nieuw jasje, klaar. Ja. Helemaal niks vernieuwd. Precies, iets gaat misschien een heel klein stukje omhoog, maar dat is ook echt bijna niet te zien. Ja. En als je dan kijkt naar de concurrent, dan blijft het toch wel een beetje achter. Ja. Nou ja, al met al, het blijft een mooi spel. Zeker. Eerlijk is eerlijk. Het is gewoon een goede game. Maar voor de innovatie, ja. Daar blijven ze een beetje achter. Ja. Eind 2009 kwam Prototype uit, een hele actievolle game, maar er zat ook geen rustmoment in, dus ze was de hele tijd bezig. Dat hebben ze in deel 2 aangepakt, je kan ook een stijlbenadering kiezen en dan kan je gewoon op je dode gemak eigenlijk een missie voltooien. Daarnaast hebben ze een nieuw hoofdpersonage, dat hebben ze gedaan omdat Prototype eigenlijk meer om het virus gaat dan om het personage. Dus ze dachten van ja, we kunnen net zo goed gewoon een nieuw personage nemen. Ik kan het misschien al zien aan de rij achter ons. Die is redelijk kort. GoldenEye 007 Reloaded valt een beetje tegen. Zeker. Was eerst GoldenEye 1 jaar, 2 jaar terug was er eentje voor de Wii. Ja, de remake van de Nintendo 64 versie natuurlijk. Precies. En eigenlijk hebben ze met die versie voortgeborduurd op deze versie. En dat is duidelijk te merken en dan in negatieve zin. Ja, ze hebben wel een hele nieuwe engine gebouwd, zeggen ze. Maar grafisch ziet het er gewoon eigenlijk niet uit. Kan niet mee met een Call of Duty of een Battlefield. Ja, verder wat wel leuk was dat je de sharpshooter kan gebruiken op de PlayStation 3. Zeker. Geen Kinect op de Xbox. Nee, maar met de Move leek het heel goed te werken. Ja, ja dat was heel positief. Ja. Alleen ik denk dat je nog steeds liever met de controller speelt. Kijk, een paar minuten met zo'n sharpshooter is leuk, maar heel lang hoeft het ook weer niet. Precies, maar als je zo'n ding hebt, dan is het echt gewoon leuk om te doen. En het leek gewoon heel goed te werken. Hij demonstreerde het ons en het leek gewoon vloeiend. Ja. Een wel positief punt is, dat hebben ze gestolen van Call of Duty. Het heet MI6 Ops. En dat zijn ook gewoon speciale missies. Die zijn dan wel weer nieuw ten opzichte van de Wii-versie. Ja, maar voor de rest is er vrij weinig nieuw van de Wii-versie. En de graphics hebben ze bijna ook meegenomen van de Wii-versie. Nee, ik zou hem dus links laten liggen. Ja. Het spel waar menigeen naar uitkijkt is natuurlijk The Elder Scrolls 5 Skyrim. Maar toch is mijn verwachting een beetje omlaag gegaan. Ja. Hoe komt dat? Het valt eigenlijk een beetje tegen. Of nou ja, tegenvallen is misschien een groot woord, maar misschien waren de verwachtingen wel te hoog. Ja, sowieso wat het meeste tegenvalt is de graphics. Ja. We hebben natuurlijk ook al The Witcher 2 gezien en die ziet er zo goed uit. De gezichtsanimaties, de animaties van de vijanden, waar als je iemand slaat, dat ziet er daar heel goed uit. In Skyrim helemaal niet. Je slaat iemand en je ziet niks gebeuren, je ziet alleen tuk, tuk. Ja.
Precies. Het kan gewoon niet meer. Animaties kunnen echt niet meer. Maar de andere grafische dingen waren gelukkig toch nog wel naar mijn idee dingen die ze wel kunnen polijsten. Ja. Maar voornamelijk randjes van heel veel dingen. Je zag gewoon randjes ontwerpen, randjes van bomen. Bepaalde textures van bepaalde dingen waren gewoon slecht. En ik weet niet of dat dan aan de versie ligt. Of dat het echt zo blijft. Want als het zo blijft, kan het niet. Precies, maar Oblivion had het ook, dus ik ben bang dat het zo blijft. Daarnaast heb je natuurlijk qua gameplay zit het wel weer heel goed in elkaar. Je kan nou heel makkelijk magic wisselen. Eigenlijk in twee handen kan je magic doen, of magic en wapen, wapen en schild. En het menu zag er heel goed uit. Oblivion was het menu echt kloten. En hier is het gewoon heel gestroomlijnd. Dus dat gaat sowieso goed werken. Zeker. Als het voor iemand die niet eerder met de serie in aanraking is geweest, toch wel echt even zoeken. Want ik heb de eerder leven niet gespeeld. En dan zag ik al die menus en hoeveel verschillende soorten zwaarden en magic. En wat er allemaal niet voorbij komt, dan zou het toch wel even... Ja. Het wordt gewoon weer een hele uitgebreide RPG, maar je moet wel even door de graphics heen kijken. Ja. De dag zit er alweer op. Ik ben blij dat we vanochtend even hebben uitgeslapen, een paar uurtjes. Want we hebben best wel heftige party gehad gisteren. Heftige nacht. Zeker, maar het was wel super gezellig. Ja. Maar wat hebben we vandaag allemaal gedaan? Want ik ben het een klein beetje kwijt. Volgens mij zijn jullie bij Activision ergens binnengelopen en Bethesda, hebben jullie ook nog gehad geloof ik, toch? Ja, volgens mij wel. Maar de kijkers weten dat nu beter, want die hebben net het item gezien. En morgen krijgen we van ons wat tips voor hoe je de Gamescom kan overleven. En je krijgt ook nog een keer in de games van ons, want die zijn we ook allemaal langs geweest. Dus die zie je denk ik zondag. Ik denk dat je morgen gewoon lekker is. Opdrinken en naar bed gaan. Wat verwacht jij van morgen dan? Dat we weer hard tegenaan gaan. Ook, maar ik verwacht echt fucking veel mensen. Ja, dat sowieso. Dus ik zeg... 11 uur. Surprise! Lang zal we leven, lang zal die leven, lang zal die leven.